ben Antoine Heideveld, directeur van Het Groene Brein, een netwerk van meer dan 100 wetenschappers uit Nederland van alle universiteiten en heel veel hogescholen. Samen met NWO en De Groene Zaak zijn we het onderzoeksprogramma Duurzame Businessmodellen begonnen. Dat is een programma dat zich richt om bedrijven te helpen echt duurzaam te ondernemen. Echt duurzaam ondernemen is nodig, omdat we op dit moment van de wereld toch wel een puinhoop aan het maken zijn. We gebruiken veel te veel grondstoffen, veel te veel fossiele brandstoffen en dat moet echt anders. Het Nationaal Onderzoeksprogramma Duurzame Businessmodellen bestaat uit 5 grotere thema's waarin bedrijven, overheden en wetenschappers samen onderzoek doen. Dat zijn leiderschap, impact, samenwerking en innovatie, opschalen en inkopen. Een van de projecten gaat over innovatie en samenwerking bij innovatie. Wat we heel veel zien is dat mensen met goede ideeën, met mooie producten en projecten rondom duurzaamheid dat alleen niet kunnen. Maar dat je op een nieuwe manier moet samenwerken. Vaak ook over de sectoren heen. Deze Milieustraat waar we vandaag staan is een voorbeeld van een samenwerking tussen verschillende partijen. Als de bouwer van de Milieustraat die heel goed heeft gekeken van hoe moet je nou zo bouwen dat je echt goed kunt scheiden. Dat heeft hij samen ontwikkeld met een afvalverwerker. Dat is een voorbeeld van nieuwe samenwerking over de ketens heen. Een van de projecten gaat over impact, het meten van impact. Als voorbeeld hebben we de lampenindustrie genomen. Nog niet zo lang geleden hadden we allemaal spaarlampen of van deze gloeilampen. Maar die hebben we nu allemaal niet meer, want we zijn nu allemaal massaal aan de LED-lampen geslagen. En dat komt onder andere omdat Ruud Koornstra de LED-lamp op de markt heeft gebracht. En Ruud Korelstra heeft daar samen met vele anderen een markt gecreëerd, een markt voor de LED-lamp. En dat is nu heel succesvol gegaan en we willen veel beter begrijpen hoe het nou werkt om een markt voor een nieuw product te creëren. Een van de projecten gaat over circulair inkopen. We willen met elkaar naar een wereld waarbij we oude grondstoffen weer hoogwaardig opnieuw kunnen benutten. En daar heeft de inkoper een hele belangrijke rol. En niet zomaar een inkoper, maar een ondernemende inkoper. Die kijkt naar wat de visie van zijn bedrijf of haar bedrijf is waar die werkt. En wat voor rol die daar als inkoper in kan nemen. Zodat je met je inkoopproces ook echt bijdraagt aan circulair ondernemen. Dit onderzoek gaat erover om beter te begrijpen wat zo'n ondernemende inkoper doet. En wat voor rol die speelt in de circulaire economie. Als we dat begrijpen, kunnen we de circulaire economie goed vormgeven. Een van de projecten gaat over het delen van auto's. Wat we zien bij veel milieu- en duurzaamheidsprojecten is dat het hele mooie initiatieven zijn, veel innovatie aan te pas komt, maar dat ze vrij klein blijven. En dit onderzoek gaat nou over hoe kun je nou dingen opschalen. Het voorbeeld dat gekozen is autodelen, het delen van elkaars auto's. Dat is een heel mooi initiatief waarbij je in een auto van een andere kunt rijden zonder een eigen auto te hebben. Dat leidt tot veel milieuvoordelen en ook tot minder parkeerproblemen. Het blijft nu echter klein bij enkele honderden, misschien duizenden mensen die dat doen. En dat kan veel groter, dat kan wel naar honderdduizenden mensen. Maar dan moeten we wel weten wat mensen drijft en hoe je daar als bedrijf op in kunt spelen. Een van de projecten gaat over leiderschap en meervoudige waardecreatie. Wat we zien bij duurzaamheid is dat het vaak grote, complexe vraagstukken zijn met heel veel verschillende partijen. Overheden, zowel landelijk, Europees, internationaal, maar ook veel bedrijven, kleine bedrijven, grote bedrijven, burgers. Het is vaak best wel complex om tot goede doorbraken te komen. Daar is leiderschap voor nodig, binnen organisaties en ook tussen organisaties, waardoor je samen kunt gaan staan voor een duurzame oplossing.